Na een korte pauze pakken wij het op bij Genesis 2, vers 8. Jullie hebben natuurlijk naar het eerste stuk geluisterd, want anders heeft het geen enkele zin om in te haken bij Genesis 2, vers 8. Ja, het heeft geen enkele zin om in te haken bij Genesis 2 zonder dat je Genesis 1 hebt gelezen. Nu is het woord aan mijn goede vriend. In het Engels, dan, jouw mooie Engels. Lieve Deutsche. Ja. Mijn mooie Engels. Ja, cool. Oké, vers 8. And the Lord God planted a garden eastward in Eden, and there he put the man whom he had formed. Oké, dat is 8, ja. Dat is 8, ja. Oké, in het Nederlands. Voorts plantte de Heere God een hof in Eden, in het oosten. En hij plaatste daar de mens die hij geformeerd had. Geet weiter. And out of the ground made the Lord to grow every tree that is pleasant to the sight, and good for food. The tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil. Man, op zijn Nederlands is het langer. Ook deed de Heere God allerlei geboomte uit de aardbodem opschieten, begeerlijk om te zien en goed om van te eten. Punt komma. En de boom des levens in het midden van de hof, benevens de boom der kennis van goed en kwaad. Het is, ik zou het beter kunnen vertalen, denk ik. Doe maar. Wat had hier moeten staan? God liet bomen opschieten. Mooi. En om te eten. En een boom was in het midden. De boom der kennis van goed en kwaad. Zal ik het een keer vertalen? Ja, kom maar, kom maar. En uit de grond maakte de Heer elke boom te groeien die mooi aan te zien is en die goed voor eten is. En ook de boom van het leven stond in de midden van de garden en de boom van, het, van de kennis van goed en kwaad. Even ter ondervraging. Waren er twee bomen? Ja, en er is een belangrijke punt die jij vergeten was. Het zegt, and out of the ground made the Lord God to grow every tree. Dus hij maakte uit de grond, ja, in feite uit dezelfde bestanddelen waar hij de mens van gemaakt heeft. Uit de grond maakte hij elke boom. Of maakte hij dat elke boom ging groeien. Ja? Dat is toch eventjes belangrijk anders, daarbij. Dat kan niet anders. En ja, dus in het midden van de garten staan twee bomen. De boom van het leven en de boom van de kennis van goed en kwaad. Die staan daar. En van de ene mocht je eten en van de ander mocht je niet eten. Het zij je luistert naar je wijf. Daar komen we nog naartoe. Ja, ja. And the river went out. Oh ja, ja, ga maar door. Ik wil even iets vertellen, maar ga maar door. Vertel eens. Ik heb dat boek gelezen van Friedrich Nietzsche. Jenseits von Gut und Böse. Ik weet, ja, komt er nog iets? Ja, natuurlijk. Ik mag even nadenken. Ja, natuurlijk. Ja. Sorry. Ik weet dat er een probleem is met die man en zijn schrijfwerk.
En toch denk ik dat er een dat dit inhaakt met Matthäus 7 vers dinges. Oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld worden. Je moet uiteindelijk voorbij stijgen aan je oordeel over dat wat goed en slecht is. Jij hebt mij ook verweten dat ik een zeuruitzending heb gemaakt over de moeder van mijn kind. En dat je tegen mij zei, zit je daar nog als een baby om te huilen? Je moet er voorbij stijgen. Er waren dus twee bomen en die ene was dus goed en die andere, dan kom je in mijn woede. Dat heb je terecht gezegd, Jurk. Want je hebt terecht tegen mij gezegd van Perry, hou op. Ik weet wel dat je gelijk hebt. Dat staat dus hier. Nu mag jij, ga maar door. Of moet ik de Nederlandse vertaling nog even pakken? Heb je nog al. En we hebben het zelf ook nog vertaald. Dus. Ja. Nou, pakken we nu vers 10. And the river went out of Eden to water the garden. And from thence it was parted. And became into four heads. Ja. The name of the first is Pison. That is it which compasses the whole land of Havilah. Where there is gold, and the gold of that land is good, and there is bdellium and the onyx stone, and the name of the second river is Gihon, the same is it that compasses the whole land of Ethiopia, and the name of the third river is Hiddekel, that is it which goeth towards the east of Assyria, and the fourth river is Euphrates. And the Lord God took the man and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it. Tot hier zal ik maar lezen. Ja. Interessant vind ik dat we hier dus lezen dat er vier verschillende rivieren uitstromen. Mhm. En dat we lezen dat de ene de tweede dus die de naam is Gihon. En dat is diegene die het gehele land van Ethiopië gaat doorlopen. Mm-hmm. Perry, waar ligt Ethiopië vandaag? In Afrika. En waar spreekt de Heer hierover? Waar denken wij dat het paradijs stond? In Irak, hè? Waar de Eufrates is, hè? Dat moet dus allemaal nog een beetje anders geweest zijn in die tijd, als hij hier spreekt over de rivier Gihon, die in Ethiopië is. Want Ethiopië hebben we vandaag nog, hè? En dat is Afrika, hè? En dat is een interessant punt, want daar komen we later een keer naartoe, na de vloed, als we over Pilek spreken. Heb ik het met jou daarover gehad, of was dat met Brad? Dat weet ik niet meer. Ik weet wel dat ik met mensen uit Afrika heel goed vibreer. Ik praat rustig en die mensen kijken mij blij aan. Dus ik heb alleen maar... Wij hebben samen... Laten we niet afdwalen. Zal ik eventjes het Nederlands oplezen? Ja. Genesis 2, hoofdstuk 2, vers 10. Er ontsprong in Eden een rivier om de hof te bevochtigen. En daar splitste zij zich in vier stromen. De naam van de eerste is Pison. Deze stroomt om het gehele land Gavila, waar het goud is. Het goud van dat land is goed. Daar is de balsemhars en de steen Chrysopraas. De naam van de tweede rivier is Gihon.
Deze stroomt om het gehele land Ethiopië. De naam van de derde rivier is Tigris. Deze stroomt ten oosten van Assur. En de vierde rivier is de Eufraat. Ik denk dat het waar is, hoor. In de Bijbel staat geen gelogen woord. Nee. Zo was het. Oké, pak hem door. Hebben we nou dus vers 15. Want ik wil weten waar die vrouwen vandaan komen. Ja, wanneer komen de vrouwen in beeld eigenlijk? Wel, ten punt is, Perry, ja, dat Genesis 1 en 2 niet altijd in de tijdelijke volgorde aan het aflopen zijn. Uh-huh. Ja, zowel in Genesis 1 vind je op het latere tijdstip dingen die daarin staan, die pas later aan bod komen. Gelijk dat, dat daarin staat van dat de Heer de mens gemaakt heeft in zijn beeldenis. Man en vrouw heeft hij ze gecreëerd. Maar daar komen we pas toe op het einde van kapitel 2. Ja, precies. Ja, dus, het dus wordt wel beloofd dat er vrouwen komen, maar het is er nog niet, hè? Het is beloofd of het is er gedreigd? Je mag er ook wel lachen voordat je tot de waarheid komt. Ja, het is beloofd, Perry, of het is gedreigd? Ja, bedreigd. Okay, dus in vers 15 lezen we dan: And the Lord God took the man and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it. Ja, had ik dat niet al gelezen? Dacht ik wel. Okay, nu even Nederlands. En de Heere God nam de mens en plaatste hem in het hof van Eden om die te bewerken en te bewaren. Wat een ongelooflijk goed idee van God, eigenlijk. Ja. Ja. Als je het over goede ideeën hebt. Hij zegt gewoon van, kijk, ik heb het gemaakt en jij gaat het daarvoor zorgen dat het zo blijft, dat, zoals ik het gemaakt heb. Daarvoor heb ik jou in mijn evenbeeld gecreëerd. Mm-hmm. Hè? En nu wordt het spannend. Nu wordt het heel interessant. Ja. And the Lord God commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat. But, er was nooit een belangrijker maar in deze wereld als dit. But of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. Even kijken of ik dit goed... dat staat mooi in beeld. Genesis 2 vers 17. Schrijf het achter je oren, mensen. Uh-huh. Er is nog nooit een belangrijker maar geweest dan dit. En waarom niet? Omwille van dat het hier de eerste keer is dat in de Bijbel het woord maar staat. Ik moet even stilstaan dat ik eten heb gekocht vandaag. En ik dacht dat het 9 euro zou zijn. En die man die zei 8 euro. En ik zei tegen die man, volgens mij is het 9. Nou, het was 8 euro. Ik zei tegen die man, ik vind het belangrijk om juist te betalen. Toen viel die man mij in de reden en hij zei, ja, want anders smaakt jouw eten niet. En dan heb je hem schuldnota's gegeven. Het bleek 8 euro te zijn. Ja. Je moet in een balans zijn. Ik weet niet hoe ik er nou op kom, maar dat is het wel. Den punt die ik wil maken, Perry, is van, je wilt eerlijk zijn en je wilt hem eerlijk geld geven voor zijn waren dat je van hem koopt. Ja, natuurlijk. Maar je geeft hem geen geld, je geeft hem schuld. Leg uit.
Omdat ons monetaire systeem een fiat systeem is dat gebaseerd is op schuld. Ja, en dat zijn allemaal schuldnota's. Dus we geven alleen maar schuld weg. We geven geen geld weg. We geven geen echte waarde weg. Ja. Als we later in de Bijbel nog komen bij het boek van Numbers, is het denk ik of zo. Of is het een Leviticus? Ik weet niet. Ik denk dat het Numbers, waar God zegt van je moet meten met de juiste maten en gewichten. Ja. Waar die dingen geëtableerd worden, want dat is een heel boek in de Bijbel over, hè? Een heel kapitel daarover, of minstens één kapitel daarover, dan zult je leren dat je bij wijze van spreken iets moet vergoeden met een gelijke waarde. Dat probleem is dat zo'n euronota, die kost niks, en zo'n euromunt kost ook niks. Dat is fiat geld, dat is uitgevonden shield geld, dat is monopoly geld. Ja. Het heeft dezelfde waarde als Monopoly in het echte leven. Ja, als je wilt betalen, bij wijze van spreken, dan betaal je ofwel met een goed dat er ook een waarde heeft, en dan de waarde evenaart van dat wat je wilt kopen, of je betaalt met goud of zilver. Vroeger waren onze munteenheden nog aan goud en zilver gelinkt. Da konden nog zeggen van, okay, kijk, als ik je zo en zo veel gulden geef, of zo en zo veel mark, en die zijn uiteraard gelinkt aan een goudstandaard, dan kan ik met dat geld naar de bank gaan en kan zeggen van, geef mij die hoeveelheid goud die tegenover staat van dit. Dat kun je met de euro niet meer doen. Met de euro kun je wel goud kopen. Dat wel. Maar je kunt niet de munt verrekenen in goud. En dat kon je vroeger wel. Ik wilde eigenlijk alleen maar een min of meer grappige opmerking maken. Ja, natuurlijk. Om aan te tonen van, je hebt die mens dus wel bestolen, want je heeft hem geen waarde gegeven, je hebt hem alleen maar schuld gegeven. Wat jouw fout niet is, want je hebt niks anders, je kunt alleen maar met euro's betalen. Maar ik wil even dus de punt dikker maken voor onze luisteraars. Ja, precies. Ik wilde zeggen dat die winkelier een middenstander. En een middenstander moet je kunnen waarderen. Als langer ze er nog zijn, ja. Ja, als er geen middenstanders meer zijn, dan kan je alleen maar naar de Walmart. Maar zo die middenstander, ik maakte me zorgen over het feit dat ik te weinig afgerekend zou hebben. En hij begreep wat ik bedoelde. Want het ging mij niet om die euro. Nee, dat vind ik ook heel fijn van jou. De meeste mensen zouden zeggen van, ze rekenen uit dat het voor 9, dan winkelier zegt voor 8 en zeggen van, haha, een euro gewonnen. Ja. En zouden niks zeggen. En dat is verschil tussen een christenen en een gewone mens. En die winkelier, die zei, ik begrijp jou. Want als jij mij tilt, dat is Amsterdamse, als je mij oplicht... Als je mij oplicht, ja, dat versta ik zelfs, ja. Ja, dan smaakt jouw eten niet. Die man heeft een arme winkel. Hij woont daar waarschijnlijk boven of eronder. Hij heeft een handig dingetje. Er zijn heel veel mensen van... Weet ik ook eigenlijk niet. Waarom komen al die bruine mensen hier naartoe? Maar goed, dat geeft een economie. En hij heeft allemaal lekkere dingen met spek, koek en kokosmelk. Daar zit een citroengas. Dat heb ik jou nog niet gegeven, hè? Nee. Dat lust jij wel, denk ik, hoor. Citroengras. Ah. Dat gebruik je hier en daar eens een keer bij het koken. Ik heb het nu nog niet echt veel gebruikt. En mijn ma heeft het een keer of twee verwerkt. Maar niet dat ik daar nu speciaal van op de hoogte ben. En heeft hij ook Laos, heeft hij? Dat is een wortel. Nee, dat ken ik niet. Dan neem ik die mee. Die man heeft helemaal niks. Die heeft een lullig... Dat is een Hollander. Die heeft een lullig winkeltje overgenomen van Chinese mensen. En een goede... een goed assortiment. Met allerlei dingen. Die zijn veganistisch. Van arachideolie. En, zeg het maar. Rijst. Kortom, een lieve man. Laten we teruggaan. Ja, ga maar door. Waar zijn we gebleven? Want we hadden het over paradijs. Vers 17 heb ik al gedaan. Hè? But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Dus Adam, de man, heeft hier
een duidelijk bevel meegekregen van God. Kijk, ik heb zoveel bomen geplant en je mag van alle bomen eten naar harte lust. Maar er is één boom die er staat. En dat is de boom van de herkentenis van goed en kwaad. Van die zouden niet eten, want op de dag als je daarvan eet, gade jij sterven. Nu, hoe gade je aan iemand uitleggen die dood niet kent wat dood is? Ik denk dat Adam slim genoeg was dat hem begrepen heeft van dat zal de dag zijn dat ik stop met existeren. Ja? En God heeft het dus heel duidelijk gemaakt. Hij zegt, de dag als je daarvan eet, zulde jij zeker doodgaan. Nu, als we dan straks tot het geval komen waar ze van die boom dan toch eten, vallen ze niet direct dood om, hè? Maar spiritueel zijn ze dood. Ja, het is een soort wantrouwen aan God. Want hij zegt dat, nou, dan gaan we het juist niet doen. Daar sterf je van. Zal ik hem in het Nederlands voorlezen? Doe maar. Maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten. Want ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven. Dat is ook weer langer. Ja, maar Nederlandse woorden zijn soms langer als Engelse. Dus. Nou, het Nederlands is niet zo. Voor zeker had er uitgekund. Maar ik wil niet klagen over de Bijbel die ik in mijn handen heb. Ik vind het tot nu toe een zeer correcte en niet al te slechte vertaling, moet ik eerlijk zeggen. Dus. Mooi zo, maar we zijn pas op Genesis 2. Ja. We moeten Hosea nog doen. Ik heb vandaag bedacht dat de Bijbel, die krijg je niet uit. Je gaat mij niet. Gary Kasparov, die kon goed schaken. Mm. Dat kan ik geloven. Maar de Bijbel kennen. Aha. Echt niet, hoor. Iedere zin is een. Iedere zin is eigenlijk een schreeuw van liefde van de Heere Heere naar ons. Dat hij wil zeggen, ik hou echt wel van jullie. Dit is mijn woord. Het is een woord uit liefde. En hoe het opgeschreven is, jij was er niet bij, ik was er niet bij. Ik weet wel dat we het hier hebben over teksten en die zijn pak hem beet, afgerond, 4 millennia oud. We doen archeologisch taalonderzoek eigenlijk. Oké, Gatewater, mijn vriend. Ja, ik was just een beetje afgedwaald in mijn gedachten. Dus, ja, dat mag je ook gewoon zeggen. Ja, zo nee. Gaat het met het boek. Het is heel erg confronterend om de Bijbel. Tot nu toe was de schepping heel perfect, maar nu komt God op die idee om te zeggen van, and the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him an help meet for him. Oké, dus 18. Dan ga ik in Nederlands, want dan begrijp ik niet. En de Heere God zeide, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die bij hem past. Nu op z'n Duits, hoor. Kijk, man, dat is een mooie uitzending is dit. Den punt is gewoon van dat God hier op een idee komt en daarmee de hele schepping verknoeit, kunnen bij wijze van spreken zijn. Oh.
dat was toch perfect, wat doe je nou? Dus als we een keer mogen lachen, dan doen we dat hiermee, hè? Ja. Maar interessant is natuurlijk wel dat we eens een keer alle grappen opzij, all jokes aside for the moment, dat wij goed verstaan wat hij hier zegt. God zegt in de laatste zin in vers 18, I will make him an help meet for him. Nu, of dat de vrouwen het graag horen of niet, dat kan mij geen barst schelen. Dank je voor je Nederlands. God, dat is mooi gezegd. Dat kan mij geen barst schelen. Het woord van God telt voor mij. En God zegt hier dat hij de vrouw maakt, dat het een vrouw is, daar komen we ja later op, om een hulp voor de man te maken. Nou. Bestaat dat? Is ik ken alleen maar vrouwen. Mijn vader was kok. Hulp, ja. Is de hulp diegene die aan de master zegt wat te doen of niet? Of is de master zijn recht om aan de hulp te zeggen wat te doen en wat te laten? Ja. Ik denk het is het tweede van wat ik daar juist gezegd heb. En dan krijg je natuurlijk dat hele duivelsgedoe met emancipatie. Ik ben daarvoor. De vrouw moet gelijk ik ben worden daarvoor. Als de met man. Ja, precies. Ik heb ook aan mijn dochter, die ken jij niet, heb ik ook uitgelegd dat ze de in de rioleringswerken, de rioleringen, de poep afvoeren, daar werken geen vrouwen. En dat was het einde van het gesprek tussen mij en haar over welke gedachte dan ook. Als je dan toch zo'n grote mond hebt, oké, ga maar omlaag met een gasmasker. En toen begreep mijn dochter het, die begrijpt dat. Ik denk dat ze het begrijpt. Mannen doen dat. Ik heb dan weer zo'n Netflix account. En dan heb ik naar Rambo gekeken. Met die... dat is toch een Night of Malta, of niet? Welk een deel? De eerste. Ah zo, hè. Daar komt jij geen vrouw in voor. Wel, nee, dat is een van de... Dat is een van de weinige Hollywoodfilms waar geen vrouw in voorkomt. Nou, dan die Rambo die ik gezien heb, misschien was het de fout uit, maar er zat wel degelijk zo'n een blonde vrouw. Die was er ook bij aanwezig. Eerste deel komt geen vrouw voor. Behalve helemaal in het begin, waar hem vraagt naar zijn vriend. En die vrouw hem vertelt dat hij dood is. En voor de rest komt geen vrouw voor in die film. Oh, dan heb ik de verkeerde Rambo gekeken. Ja, misschien zijn twee... Die van mij die speelde Vietnam zich af in Birma. In Vietnam bedoelde? Nee, Birma. Dat weet ik niet, was dat voor een deel? Die ken ik dan misschien nog niet. Ik ken deel 1. Ik ken deel 2 waar hij naar Vietnam gaat. Ik ken deel 3 waar hij naar Afghanistan gaat. En dan ben ik gedaan met Rambo kijken. Ja, maar die van Afghanistan, die wil ik nog een keer zien. Ach, jong. Ah, kom op. Wat een propagandafilm, zeg. Ja, ik zit er gewoon... Ik vind het zo leuk, hè. Ik heb dus heel veel geloofd dat de Joden het probleem waren. Dat heb ik ongeveer 2 of 3 jaar lang geloofd. Want eerst, toen ik dus jong was, toen vanwege mijn Bijbel lezen, had ik Joden hoog in het zadel. Als je maar Joods was, dan was je voor mij betreft goed. En toen daarna ging ik naar David Duke luisteren. Oei. Ah, Amaya. En toen ben ik een tijdje dus er tegenin gegaan. En toen ging ik ook naar Hollywood kijken en denk ik, ja, dat zijn allemaal Joden. Maar nu zie ik het klare beeld. Dat zijn allemaal katholieken.
Ja, en ze schuiven die arme Joden van jullie mogen vooruit. Ga maar alvast naar, naar Auschwitz. En wij jullie komen zo dadelijk. Ja. En ik vind het best een probleem trouwens hoor. Ik heb dan een keer een interessante uitzending over gemaakt die je misschien een keer een beeldje kunt nemen voor onze toeschouwers. Als je een keer gaat bij mijn YouTube kanaal en op de afspeellijst Hour of the Truth. Aha. Ik weet niet of dat je dat eventjes een keer kunt doen hier met uw beeld. Want je hebt er momenteel de King James daarin. Ja, zeg maar wat je wil. Je kan mijn nummer Skype iets sturen. Ja, nee, ik ben nu niet van plan om via Skype iets te sturen, want daar moet ik er ook eerst naartoe. Kan toch waarschijnlijk okay, makkelijker naar dat doet. Ik kan er ouders naartoe staan, ik heb jouw kanaal staan. Als je bij mijn kanaal gaat, dan ga je op de speellijst. Ach, ja. Ja. Oké, okay, nu ben ik hier al aan het zoeken, oké. Okay. Waar is dat dan ergens? Dat is één zending die ik gemaakt heb. In Hour of the Truth, die noemt It's Simply Amazing. Oh, dat zegt mij wat. Ja, ik zal je die eens een keer sturen. Ik heb die link hier, dus dan kun je daarop gaan klikken en dan zie je dat misschien schrappen. Ja? Ik scroll nu even. Jij kan me meekijken. Je bent niet op mijn kanaal, je bent weer op de Google Plus page. Ja, maar ik heb je dat nu gestuurd hier in Skype, als je daarop klikt. Okay. Dan gaat dat open. Dan zie je dat wel. Ik word steeds beter in het bedienen van computers. En dat is een zeer mooie uitzending. Die zal ik elke kijker van deze video als Engels kan een keer aan het hart leggen. Dat hem dat gaat bekijken. Aha. It is simply amazing. Dat is een nieuwsbrief die ik daar voorlees, voor een grote deel, niet als Leut, maar voor een grote deel, van Daryl Eberhardt, een voormalige CIA-medewerker, die geen computer of iets niet heeft, omdat die anders min of meer uitgeroeid wordt. Alle ja, een goede kennis van Tom Fress, van Inquisition Update. En zoals je al aan dat Logo kunt zien, als je hier die Playlist gaat bekijken, dann zie je, dass staat da so ein Hollywood sein. Das ist das Thumbnail, die ich vor die Video gekozen habe tun. And da staat es ob, do the Jews really control Hollywood? Facts or fiction? And wij gaan leren tijdens die Uitzending, dass die Juden nichts anders sein als de, in Engels sagt man Con-Man, ja, de Ponzi's, die Scapegoats, ja, en die hoe noemde die weer, die JFK vermoord zou hebben, ja, hoe noemde die weer, Bush, dat was Lincoln, hoe noemde die weer van Kennedy da, Lee Harvey Oswald, ja, die Joden zijn niks anders als de Lee Harvey Oswalds voor de Katholieken, ja, in Hollywood en een andere plaats. Ja, dus diegenen die de schuld op zich moeten gaan nemen. En dat komt in die video komt dat heel goed uit. Dus als we daar eventjes naartoe wilden afdwalen, wou ik gewoon zeggen van, bekijk dat video. Is een hele belangrijke afdwaling. Is dat niet vreemd dat die video, zie ik juist, 37 duimen op heeft, maar geen enkele duim naar beneden. En dat gaat over de leugen van de Joden. En dat geen enkele duim naar beneden. Dat vind ik wel straf. En daar hebben ze een mooi brood gemaakt. Dat vinden we wel straf. Ja, een Amsterdammer die kan door mijn grap lachen. Ja. Okay. Dat vinden ik wel straf, ja. Goed, dus we zijn erop gekomen dat in vers 18 van Genesis 2 de Heer is een keer zijn... als we dat eens een keer op de grappige manier willen gaan bekijken, nu zijn grapje speelt met de mens en zegt van, weet je wat, je moet niet alleen zijn, ik ga je een help maken. En vandaag de dag kan men dat hier en daar ook eens een keer uit met een glimlach gaan bekijken. Maar dus het is een help die de mens, die de man gemaakt wordt. En de hulp staat niet boven de Heer. Of boven de meester. Dat kun je nu graag hebben of niet. Als je een vrouw bent. Dat is zo. God heeft dat zo gemaakt. God heeft niet de vrouw eerst gemaakt.
En dan de man daaruit geschapen, maar hij heeft het juist omgekeerd gedaan. En hij zal een reden daarvoor gehad hebben. Ja. En daar kun je bij neerleggen, of niet. Als je dat niet doet, dan ga je in tegen het woord en de wil van God. Zo simpel is het. Dus, zover mijn mening over emancipatie. Ja. Aan de andere kant, Jezus Christus zegt, wij zijn alle broers en zussen en staan gelijk. Maar niet des te min, Jezus is het hoofd van de kerk. En zoals Jezus het hoofd van de man is, zo is de man het hoofd van de vrouw in het gezin. Hate it or love it, but that's the way it is. Of zoals ze in Hollywood graag zeggen, that's the way the cookie crumbles. Van Bruce Almighty, een citaat. Blasphemes. Dat is met Jim Carrey of zo. Ja, ja, een van de grootste blasphemers. Ik vind Jim Carrey een eikel. Ja, een van de grootste godslasteraars op deze aarde. Ja, een vreselijke mens. Een vreselijke mens. Maar goed, laat ons verder gaan. 19. Voordat we verder gaan. Ja. Ik heb al een hele tijd kennis met een vrouw. En die komt uit de Balkan. Zij kan Nederlands niet. Zij heeft een e-mailadres bij Godmail. En daar moet ik altijd om lachen. Want ze kan het verschil niet tussen de ash en de g. Hè? Mm-hmm. En ja, ik ben een man, ik heb boormachines en ik heb een zaag. Ja, dat soort dingen. Weet je wel. Ja, handig. Ja, je hebt een zaag, er bestaat ook een... Wij zeggen ook tegen een vrouwenzaag, hè? Oh, dat weet ik niet. Nee? Oh, dat is Vlaams dan misschien. Oké, anyway. Zij vindt het leuk om mij daar te hebben. En dan gaan we films kijken en ruzie maken over de Bijbel. Als wij gaan eten en mijn bord is vies en ik breng dat... ze heeft een heel klein huisje... naar de gootsteen en ik ga het schoonmaken, dan wordt ze boos. En dan zegt ze, nee, dat is mijn werk. Mm-hmm. Goed, hè? Ja, precies. Ja. Zij wil zichzelf manifesteren en ze praat tegen de aardappels en ze praat tegen haar poezen. Ze praat tegen alles. En ik hoef daar alleen maar te zijn als een rustpunt. En meer niet. En die vrouwen moet je eigenlijk leren te vertrouwen. Even dus voor de kijkeraars, want zo dadelijk komt de vrouw eraan. Hoe je daarmee om moet gaan. Je moet ze eigenlijk de vrije teugel geven. Ja, en als een vrouw gaat voor die keren. Of weet je dat nou... als een vrouw ontuchtig is. Ja, wiens schuld is het eigenlijk? Ja. Misschien die vrouw, ja, misschien jij. Ja. Ik had ook een ontuchtige vrouw. Ja, joh. Zeg, wij komen naar zeer belangrijke... Ga maar lekker door. Ja, nee, we komen naar zeer belangrijke fase nu in Genesis 2. Misschien willen we dat verschuiven naar een volgende uitzending. Oh, dat vind ik goed. Want we zijn al lang bezig. Ja, en dat is nu... Dat is nu te intensief met commentaren waarschijnlijk daarna af te geven van vers 19. Dat we dat nu nog zouden kunnen gaan doen. Dus ik denk dat dat beter is voor een volgende uitzending. We hebben nu tot en met vers 18. Vers 18. En met 19 nemen we hem door. Ja. Ja. Volgende keer. Vind ik een goed gedacht. Ik ga eventjes een keer een paar woorden af te sluiten, zeg ik. Per, ja, ik jij mag de eerste afsluiting. Ja. Permissie. Kijk, luisteraars en kijkers, deze uitzending was zeker niet de beste die we ooit gedaan hebben. Veel te veel afgedwaald over onbelangrijke dingen, gelachen over onnozele dingen die men eigenlijk niet zou moeten doen, maar hier en daar moet ook eens niet aan grap vallen. Ik ben ook een humoristische mens, alhoewel we dat vandaag de dag van mij niet meer zal zeggen, omdat ik zo serieus ben met alles, maar dat is gewoon omdat deze wereld serieus is en omdat ik niet veel te lachen vind als ik buiten mijn vier muren hier in mijn appartement ga.
Genesis 2 is een heel belangrijk boekje, alleen een heel belangrijk kapitel in dat boek van Genesis. En we gaan volgende keer verder en we gaan het iets serieuzer aanpakken. Maar laat uw gezicht zijn, die dingen die we vandaag besproken hebben, die zijn belangrijk. Als we daarover spreken, van dat God de mens waarschuwt van, eet dan niet van, jij zult zeker gaan sterven. En daarna komt dan met die ideeën dan hulp voor hem te maken. Dan vond ik dat gewoon eens een keer grappig om daar grappen over te maken. Maar grappig is het helemaal niet, want het heeft daarmee te doen dat wij in een vervloekte wereld leven. Vandaag de dag nog altijd, sinds bijna 6000 jaar. Of sinds meer dan 6000 jaar, weet ik niet. Tot 7000 jaar ergens een keer gaat beginnen. Speak in rol. Ik dank u in elk geval voor het luisteren. En ben ook altijd blij en dankbaar voor commentaren die op deze video's ooit misschien een keer zullen vallen. Zowel bij Perry's publicatie of bij de mijne. Dat speelt geen rol. Alleen maar dat we maar weten van dat er ook dat mensen zijn, daadwerkelijk mensen zijn die de moeite doen hierna te luisteren, hierna te kijken. Dat ze appreciëren wat wij doen. En want wij doen dat niet om ons te profileren. Hè. Wij doen dat niet om Perry in de markt te zetten of mij. En om te zeggen van hoe goed en fijn en tof dat wij niet zijn. Het gaat erover om jullie het woord van God dichterbij te brengen. Misschien vandaag op een beetje ongewone manier. Maar niet des te min gaat het erover om jullie aan te zetten. Om zelf de Bijbel te lezen, zelf te studeren. En als je hier en daar een keer vragen hebt, dan staan Perry en ik altijd open om te proberen jullie vragen te beantwoorden. Wij gaan niet beloven dat we dat kunnen, want wij zijn ook niet alwetend. We weten ook maar zoveel als elke gewone mens en dat wat we zelf studeren. Maar we staan er in elk geval daar om jullie te helpen als jullie vragen of opmerkingen daarover hebben. Tot zover, Jörg van Joggler 66, Hour of the Truth. Mogen God jullie zegenen en begeleiden op al uw wegen. En tot de volgende keer. Tjus. Ai. Nou heeft Jurk mijn clausule afgepakt. Want ik zei altijd tjus. Ik heb er niks aan toe te voegen. Ik heb alleen geluisterd naar wat Jurk te vertellen had. En ik vond het heel erg fijn dat hij mij de ruimte gaf om af te dwalen. Ik hoop dat jullie ook goed geluisterd hebben. En op zijn hamburgers zeg ik ook tjus. En dag lieverds.